Wat doen twee stroomdraden die parallel aan elkaar staan? Nou, ik heb een geval dat bijvoorbeeld stroomdraad 1 en stroomdraad 2 allebei dezelfde richting opgaan. Wat gaat hier gebeuren? Nou, gaan we eens kijken. Stroomdraad 1, dus dit is van de voorkant, maar van boven heb ik bijvoorbeeld stroomdraad 1. I1 maakt rechterhandregel, zo. Maakt magneetveld waar stroomdraad 2 in zit. Dus hier, op dit punt, daar zit stroomdraad 2, voelt stroomdraad 2 een magneetveld omhoog. B. Dus die kunnen we hier tekenen. Nou, hoe staat die dan? Als ik van bovenaf opkijk, staat deze zo. Dit is de B van stroomdraad 1. Hé, eens even kijken. Een stroomdraad met een magneetveld dat niet van hemzelf is. Dan krijg ik hier een Lorentzkracht. Nou, I omhoog. B, nee, precies. Het papier in. Heb ik een magneet, of sorry, een Lorentzkracht naar stroomdraad 2 toe. Dus dit is de Lorentzkracht door het magneetveld van 1 op de stroomdraad van 2. Nu gaan we eens even kijken. Dus dit is boven van 1. Nu kunnen we eens kijken van boven van 2. Dus dan hebben we hier I2. Die twee maak dus ik ook op dezelfde manier. Hè? Zo. Zo. En hier zo zit stroomdraad 1. Dus bijvoorbeeld hier heb ik een magnetische inductie van 2 naar ons toe. Dus stroomdraad 1 zit in een magneetveld van stroomdraad 2 en die komt naar ons toe. Nou, de B naar maar toe. I omhoog. Nou, oké. Okay. Dan heb ik dus een Lorentzkracht naar stroomdraad 2 toe. Dus als ze allebei dezelfde stroomrichting hebben, dan volgt ze trekken elkaar aan. Maar ik kan natuurlijk ook stroomrichting antiparallel hebben. Nou, kunnen we eens even kijken. Heb ik dit? Stroomdraad 1, stroomdraad 2. Oh nee, moet antiparallel, dus die gaat die kant op. Die gaat die kant op. Nou, eens even kijken. Deze maakt een magneetveld die hier staat. He, dus dit is B1. Komt er hier uit, gaat er hierin. B1. Dus dat is één cirkeltje. Eén van die veldlijnen. Nou, kunnen we eens even kijken. Stroomrichting naar beneden. De B. Het papier in. Nou, krijgen we dan een Lorentzkracht naar buiten. Dus door het magneetveld van 1 en de stroomsterkte van 2 krijg ik deze. Nou, we kunnen ook kijken wat stroomdraad 2 doet. Stroomdraad 2 staat naar beneden. Dus die maakt het magneetveld wat zo staat, hè? Dus dat betekent dat die vanaf hier, dus dit is één van die cirkels, komt hij eruit. B2. En dan gaat hij er hierin. Hè? B2. Dus stroomsterkte 1 zit in een magneetveld van 2. Dat is een extern magneetveld. Die naar beneden. Die omhoog. Dus een Lorentzkracht naar links. Dus hier trekken de draden elkaar niet aan. Maar hier stoten ze elkaar af. Draden. Stoten.
elkaar af